belangrijkste is hoe jonger hoe beter. Die boodschap heb ik al gelijk goed meegekregen. Waar Ajax 1 aan de voorbereiding is begonnen, is ook Jong Ajax dat. Michael Reiziger is doorgestroomd naar het eerste. En het is nu Mitchell van der Gaag die de lijnen uitzet. Hij is nieuw bij Ajax en is nu een paar weken echt begonnen. De eerste week was een beetje anders dan normaal, wat ik gewend ben. Dus bijna alle spelers van Jong, zeg maar iedereen, die hebben bij het eerste getraind. En nu nog steeds, maar eerste week mee geweest op trainingskamp. Dus dan krijg je een goed beeld van de spelers in ieder geval. En ook van de manier van trainen, de manier van werken. Er werken nogal heel veel mensen ook bij Ajax, dus ook om een beetje iedereen te leren kennen. Dus dat was ideaal. En afgelopen week zijn we begonnen. Klein groepje. En de meeste jongens, wat ik net al aangaf, die trainen nog steeds bij het eerste. Dus het is een klein groepje met een aantal jongens die terugkomen van blessures, zoals Hassane Bandé, Leslie de Sa, die houdt zijn conditie op peil. En een aantal jongens van de onder 19. Dus dat een klein maar goed gezelschap. Ja, je zegt het al, het was ook eigenlijk geen verrassing dat je dat zei. Het is anders dan ik gewend ben. Want hoe pas je daarop aan? Nou, je moet wel weten wat de realiteit van een jong elftal is. Dus ik heb, toen ik begon als trainer, ben ik begonnen bij een jong elftal in Portugal. Dus je weet wel ongeveer hoe het werkt. Dus je bent afhankelijk van het eerste elftal. Het eerste elftal is leidend en bepalend. Ja, en als je dat al van tevoren weet, ja, dan heb je een groot gedeelte al overbrugd en dan wordt het al wat makkelijker. Dus daar moet je op instellen. En normaal gesproken ben je als hoofdtrainer bij een eerste elftal altijd leidend. Ja, en nu niet. En dat moet je weten. En dat, van tevoren hebben we dat goed doorgenomen, doorgesproken. Dus er zijn ook geen verrassingen. Van der Gaag heeft een goed beeld van de spelers met wie hij te maken krijgt. Nou, ik heb natuurlijk ook wel een aantal wedstrijden vorig jaar gezien van Jong. Zeker toen duidelijk werd dat ik hier trainer zou worden, heb ik een aantal wedstrijden gezien om een beeld daarvan te krijgen. Ik heb de onder 19 zien spelen, bijvoorbeeld tegen Feyenoord, de kampioenswedstrijd. Dus je hebt wel een beeld, maar als je dan ook daadwerkelijk met die spelers bezig bent, dan zie je de kwaliteit en dan zie je ook hoe ze daadwerkelijk zijn, hoe ze reageren op teleurstellingen of niet. Ja, dus talent. Ik bedoel, heel veel talent, toptalent heb ik gezegd bij mijn aanstelling, ja, en dat blijkt ook. En met die toptalenten kun je met een topelftal aantreden in de keukenkampioen-divisie. Dat is gelijk om de druk erop te zetten. Maar zo heb ik zelf ook naar Jong gekeken. Je weet wat voor kwaliteiten bij Ajax rondloopt. Als je alleen al kijkt naar de eerste selectie, hoe jong die spelers daar zijn. En die mogen eigenlijk op papier ook nog bij Jong spelen. Ja, dan weet je dat je met kwaliteit te maken krijgt. Van der Gaag zei al dat het doel van Jong Ajax opleiden is. En het eerste elftal ondersteunen. En met zijn aanstelling zal die insteek niet veranderen. We hopen om zoveel mogelijk spelers af te leveren bij één. Dat blijft hetzelfde. Bij Ajax is hoe jonger hoe beter. Die boodschap heb ik al gelijk goed meegekregen. Maar uiteindelijk gaat het ook om winnen. En dan hebben we het nog niet eens over de doelstelling om eventueel kampioen te worden of wat dan ook. Maar het gaat uiteindelijk wel om winnen. En sommige wedstrijden die moeten gewonnen worden. En dat zie je eigenlijk ook het afgelopen jaar bij het eerste elftal. Ja, je moet dat kunnen koppelen en dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Maar uiteindelijk trainen we de hele week om in het weekend te winnen. En als je steeds afdoet een nederlaag van ja, we zijn ondersteuning van één en ja, het is niet belangrijk, ja, dan relativeer je te veel naar mijn mening. En dat hebben we ook zo besproken. Wat wil je met dit jonge Ajax? Wat wil je van jezelf erin terugzien? Nou, in eerste instantie is één leidend. Dus dat betekent ook de manier van spelen in zo groot mogelijke lijnen dezelfde dingen doen. En voor de rest ben je natuurlijk als persoon en als trainer anders. En je wil een aantal dingen daarin terugzien. En misschien verschilt dat een beetje, misschien verschilt dat helemaal niet. Dus dat ligt eraan. Ik ben zelf ook een beetje nog aan het zoeken van hoe gaan we dat doen. Maar zoveel mogelijk eisend zijn en de gat met één verkleinen.